Hi, ik ben Ferdinand en deze oordoppen die kunnen iets bijzonders binnen de Linkbuds-familie. Zodra je de oordoppen namelijk opbergt in de case, dan wordt de muziek automatisch overgedragen op de Linkbuds-speaker. En dat is natuurlijk ideaal voor als je thuis komt. Ja, dit zijn de Sony Linkbuds Fit en de Linkbuds Open. Het zijn twee broertjes van elkaar die allebei de nieuwe functionaliteit met die Linkbuds speaker hebben. Je komt thuis, je bergt de oordopjes op in de case en zodra je dat doet, dan gaat je muziek direct verder op de Sony Linkbuds speaker. Ja, en andersom ook, van de speaker naar je oordopjes als je van huis vertrekt bijvoorbeeld. En dat allemaal zonder überhaupt een knop te hoeven indrukken. Nou, een andere nieuwe functie is autoplay. Ja, op basis van je locatie, van de tijd of activiteiten die je aan het doen bent, kun je aangeven of merk je oordop zelf op. Ik ben aan het sporten in de gym bijvoorbeeld en wil dan deze muziek luisteren. Ja, ook kun je je meldingen laten voorlezen. Eigenlijk allemaal met als doel zo min mogelijk te hoeven doen op je telefoon en alles te automatiseren. Nou, en over de app gesproken. Deze nieuwe functies zijn allemaal mogelijk in de vernieuwde Sony app. Ja, met een update van de oude Headphones Connect app verandert je eigenlijk automatisch naar de Sound Connect app. Ja, die heeft een hele nieuwe look gekregen met de meest gebruikte functies bij elkaar en de rest van alle instellingen achter één knop. Ja, en hiermee is de app echt een stuk overzichtelijker geworden. En de bediening van de oordopjes die gaat ook een beetje op een aparte manier. Je kunt namelijk gewoon tikken op de touchknop op de oordop zelf. Maar net zo goed werkt het als je tikt op de huid voor je oor. Ja, het fijne daarvan is dat je dus niet zo precies hoeft te mikken en niet zo vaak ernaast tikt. Of dat je te weinig tikt omdat je er niet goed op zat. Nou, daarnaast kun je ook stemopdrachten geven om je muziek te bedienen bijvoorbeeld in het Engels. Of gebruik Google Assistant in het Nederlands. Veel functies zijn dus hetzelfde bij de Fit en bij de Open. Maar het grote verschil is dat de Linkbuds Open bedoeld is om ook nog je omgeving te blijven horen. Ja, door de ringdriver, met dat gaatje dus, sluit het je oor niet helemaal af. Ja, de Linkbuds Open heeft dus ook geen noise cancelling om het helemaal stil om je heen te maken. De oordoppen zijn eigenlijk eerder bedoeld om te gebruiken, bijvoorbeeld op het werk waar je nog heel veel interactie hebt met je collega's om je heen. En niet steeds je oordoppen in en uit te willen doen. Ja, overigens geldt voor beide oordoppen dat ze over multipoint connection beschikken. En daardoor met twee apparaten tegelijkertijd kunnen worden verbonden en daartussen naadloos switchen. De Linkbuds Fit, ja, dat is een meer traditionele oordop. Die heeft namelijk wel noise cancelling voor extra stilte of ambient sound. En een hele heldere trouwens, waarbij je omgeving versterkt hoort via de drivers van de oordoppen. Ja, verder kun je instellen dat, wat het niveau eigenlijk is van die ambient sound. Of kun je instellen dat de ambient sound bijvoorbeeld automatisch wordt bepaald op basis van het lawaai in je omgeving. Zodat je altijd het juiste hoort, je muziek of juist je omgeving indien dat nodig is. Nou, verder is ook de accuduur verschillend. De Fit die heeft in de oordop zelf 5,5 uur en in de case zit daarna nog 15,5 uur, dus 21 uur in totaal. En heeft de snellaadfunctie. Ja, de Open die heeft een iets betere accuduur. Dat komt natuurlijk omdat hij geen noise cancelling heeft. In de oordop zelf heeft hij 8 uur. Dus kan je wat langer door zonder dat hij weer op moet laden in de case. En in de case heeft hij vervolgens 14 uur accuduur. Nou, deze heeft ook een snellaadfunctie, een iets betere. Met 3 minuutjes opladen in de case kun je daarna alweer een uur luisteren. Dus met andere woorden, je zit eigenlijk nooit heel lang zonder oordopjes. En ook de luisterervaring tussen deze twee is natuurlijk anders. Want de Fit die sluit je gehoor helemaal af. En daardoor klinkt het helder en heeft die een goede bas die door wordt gegeven op je gehoor. Daarnaast is hij ook Hi-Res Audio Wireless gecertificeerd. En met DSAA Extreme wordt de kwaliteit van je gecomprimeerde muziek weer terug geupskilled. Ja, de Open aan de andere kant die sluit natuurlijk niet je gehoor af en heeft echt meer de nadruk om interactie met je omgeving te hebben dan dat de nadruk ligt op hoge kwaliteit muziek. Ja, in beide gevallen kun je de klank naar eigen wens aanpassen met de equalizer in de app. Of als je dat lastig vindt, loop je door de quiz waarin je steeds aangeeft wat je lekkerder vindt klinken om zo je eigen klankenprofiel automatisch te laten maken. Qua design zijn ze allebei erg klein en lekker licht, waardoor je ze lang zonder irritatie kunt dragen en ze niet veel bewegen tijdens het sporten.
Ja, de luchtkussentjes in de vorm van oorhaakjes, die zorgen ervoor dat ze ook beter blijven zitten op hun plek. En verder is regen en zweet ook geen probleem door IPX4. Ja, de case die is ook een beetje bijzonder. Het lijkt alsof hij twee lagen heeft, zeg maar. En hij is ook daardoor iets hoger dan gemiddeld, dus daar kun je rekening mee houden als je hem in je broekzak bewaart. Voor de rest zijn de oordoppen ook in meerdere kleuren te verkrijgen. Maar mocht je nou af en toe willen wisselen, ja, dan kun je ze aanpassen aan je stijl met verschillende kleuren covers voor de case en ook covers voor de oordoppen. Dus, twee nieuwe Sony oordoppen. De Linkbuds Fit en de vervanger van de originele Linkbuds, de Linkbuds Open. Ja, leuke nieuwe functies natuurlijk, maar allebei voor een totaal verschillende gebruikssituatie. De ene is om jezelf af te sluiten en de andere is natuurlijk om juist te blijven communiceren met de wereld om je heen. Alright, ik hoop dat de video je geholpen heeft. Laat het zeker weten met een duim omhoog. Mogelijk vind je een van deze video's ook interessant. En wil je dan meer informatie over de Linkbuds Open, de Linkbuds Fit of de Linkbuds Speaker? Klik dan op de link in de omschrijving. Voor nu, tot de volgende.